Ik vind dat, die, dat de oude techniek van het verpakken en het verkopen van uh, portefeuilles, dat we die weer nieuw leven in moeten blazen. Um, waarom? Omdat je op die manier, eigenlijk is het een van de enige manieren om op grote schaal genoeg liquiditeiten te creëren, dat nodig is uh, voor bedrijven als wel uh, mensen die een huis willen aanschaffen, om die van krediet te voorzien. Je bent eigenlijk wel verplicht als financiële instelling. Je wilt je krediet wil je op gang helpen, maar je zit met je handen gebonden, want je hebt het eigenlijk niet. Maar je hebt wel een grote portefeuille aan hypotheek op de balans en je hebt wel een grote portefeuille aan lening op je balans. Die eigenlijk maar niks zit te doen. Die ook nog geld kost. Dus ja, wat, wat moet je daarmee doen? Aan de ene zijde moet je ook meer bufferkapitaal aanhouden, dus je bent feitelijk gebonden. Dus je hebt gewoon te weinig krediet je beschikking, liquiditeit tot je beschikking om krediet te verstrekken. Nou, en om de kredietverlening weer op gang te helpen, is naar mijn mening meer zicht nodig op desintermediatie. En dat is het proces waarbij uh, activiteiten zoals hypotheken, zoals leningen, die op de balans staan van, uh, van banken, om die weer te gaan verpakken, te verknippen en te gaan verkopen uh, aan partijen die daar om vragen. Nou, nu zul je afvragen: van, hoe kan het dat die markt nu op zijn, op zijn retour is, of eigenlijk op zijn gat ligt? Nou, dat heeft weer te maken met het feit dat Basel III relatief veel eigen vermogen vraagt voor die gestructureerde producten. Dat wil dus ook zeggen, omdat Basel III veel meer eigen vermogen vraagt voor de gestructureerde producten. Voor financiële instellingen, het ook die worden niet gemotiveerd om die producten überhaupt te gaan verkopen of überhaupt aan te houden. Dus dat betekent dat die markt uh, op grote schaal niet volledig wordt benut. En dat kan je wel bewerkstelligen doordat de regelgever, Basel III, Solvency II, uh, door de regelgeving aan te passen, waarbij je feitelijk stelt van oké, okay, we hebben te maken met uh, kredietportefeuilles die uh, gestructureerd zijn, waardoor we eigenlijk verlangen dat ze minder eigen vermogen hoeven aan, uh, aan te houden ten opzichte van andere producten. Want het is nu namelijk wel zo dat Basel III en Solvency II eigenlijk de, de financiële instellingen straft. Met betrekking tot het aandeel van eigen vermogen, uh, omdat de regelgever uh, eigenlijk van mening is dat die gestructureerde producten een veel hoger risico met zich meebrengt. Uh, en dat klopt eigenlijk niet. Maar dat hebben we wel gezien in Amerika met de subprime hypotheek. De subprime hypotheek in Amerika is een hele mooie vergelijking. Daar zie je eigenlijk dat de subprime hypotheken daar een relatief hoog risicoprofiel hadden. Uh, het is terecht dat uh, ten opzichte van die producten je veel eigen vermogen moet aanhouden. Maar. In vergelijking met bijvoorbeeld een Nederlandse hypotheek, uh, die heeft een hele hoge kredietwaardigheid. En het zou eigenlijk onterecht zijn dat je ten opzichte van een Nederlandse hypotheek net zoveel eigen vermogen moet aanhouden als een uh, Amerikaanse hypotheek. Uh, dat is niet te vergelijken met elkaar, omdat het risicoprofiel van elkaar verschilt. Maar dat wil niet zeggen dat de Europese markt niet kredietwaardig is. Want de Europese markt is namelijk wel degelijk kredietwaardig gebleken, zelfs na de kredietcrisis. Dus dat heeft dus gevolgen voor, voor de mate waarin eigenlijk een, een regelgever, maar ook financiële instellingen, moeten kijken naar die markt. Omdat de Europese securitisatiemarkt een zeer relatief veilige markt is gebleken. En ook een relatief goed alternatief is geweest uh, om geld in te beleggen. Nou, eigenlijk stel ik voor dat de regelgever dat ook moet gaan inzien. Het, ik vind het eigenlijk onterecht dat de regelgever meer. Eigen vermogen verlangt voor een gestructureerd product ten opzichte van een niet gestructureerd product. Want daarmee maakt de regelgeving het eigenlijk onaantrekkelijk voor financiële instellingen om überhaupt in die markt te gaan acteren. En dat hoop ik dat regelgeving daar wat aan gaat doen.